Ooit was ik bezig met de internetrevolutie. En heel veel vriendjes van mij die stichten bedrijven zoals Access for All. Of die vonden wifi uit en ik adviseerde gewoon een beetje aan KPN. Maar nu ben ik bezig met een nieuwe revolutie. Een nog veel grotere revolutie. En heel veel van mijn vriendjes zijn daar ook mee bezig trouwens. De revolutie naar eeuwigdurende schone energie. Daarbij probeer ik als wetenschapper modellen te maken over hoe het in de toekomst gaat. En dat probeer ik zo goed mogelijk een beetje ver naar de toekomst te kijken. En daarbij voel ik me vaak een klein beetje als een figuur die op zo'n zeilschip, ze maar zegt, buiten boord hangt met zo'n grote verrekijker naar de horizon te kijken. En omdat mijn onderzoek betaald wordt door Elat.nl, dacht ik noem de lezing Observaties vanuit het kraaiennest van Elat.nl. Vandaag is het thema flexibiliteit. En die flexibiliteit komt door de overstap die we maken naar zon en wind. Dus ik denk, laat ik toch aan het begin van de dag daar iets over vertellen. Vroeger draaiden windmolens op subsidie en leken zonnepanelen geldverspilling. Maar dat is al lang niet meer het geval. Zonnepanelen worden op een hele voorspelbare manier goedkoper. En intussen zijn zonnepanelen 10 keer zo goedkoop als in 1970. Er zijn tientallen soorten zonnepanelen, honderden bedrijven die met elkaar concurreren. Dus het eind van de prijsdaling is nog lang niet in zicht. Ik denk zelf dat het wel eens een keer 1 cent per kilowattuur zou kunnen worden zelfs. En in de toekomst zullen gebouwen standaard worden uitgerust van zonnepanelen. Dan zijn je dakpannen gewoon zonnepanelen en die kosten dan niks extra. Is dat nou niet magisch, dat je huis gewoon energie opbrengt zoals het opgeleverd wordt, klaar? Ik vind dat prachtig. Ook wind is er overvloedig. Vooral offshore hebben we natuurlijk nog een hoop ruimte. En die offshore windparken worden steeds goedkoper. Maar wat zou er gebeuren als we een technologie zouden hebben die midden op zee ontzettend veel wind zou kunnen oogsten en nog veel goedkoper was dan die windmolens? Die technologie bestaat. Hij heet Airborne Wind Energy, AWE. En in feite vervang je de toren door een touw en de propeller door een vliegtuig of een vlieger. Je hebt maar 1-10% van het materiaal nodig voor evenveel kilowattuur. Het kan echt heel goedkoop worden. En inmiddels trekt Airborne Wind Energy investeerders van E.ON tot Vattenfall en van Google tot Shell. En Nederland is eigenlijk wereldmarktleider op dat gebied, zou je kunnen zeggen, met een aantal bedrijven. En dit is het ding van Google. Al die bedrijven investeren natuurlijk omdat ze hopen dat dit de goedkoopste vorm van energie gaat worden. En het leuke is natuurlijk dat als je het op zee doet, dat je niet meer zo'n hele hoge toren hoeft te funderen, wat natuurlijk naarmate je zeeniveau hoger wordt, lastiger wordt. Maar dat je een vlot kan gebruiken. Maar hebben we daar wel ruimte voor in ons volle landje? Nou, ik hou van rekenen, dus dat heb ik gedaan. Als we alle huizen in Nederland gasloos maken. En als we alle auto's laten rijden als elektrische auto's. En als we daar gewoon alle energie die we nu gebruiken als elektriciteit bovenop gooien. Dan hebben we 180 terawattuur nodig per jaar. Vervolgens zouden we bijvoorbeeld op 1/3 van de huizen zouden we zonnepanelen kunnen leggen. Dan hebben we al 50 terawattuur binnen. Dan hebben we nog een beetje te gaan. Dan zouden we een gebied voor nodig hebben van, laten we zeggen, 50 keer 50 kilometer aan windmolens. Of 30 keer 30 kilometer aan zonnepanelen. Fotovoltaïks. Ruimte zat, toch? Kortom, we gaan over op zon en wind. En dat is een belangrijke bron, een belangrijke noodzaak schept dat tot de flexibiliteit. En dan moeten we vervolgens kijken naar elektrische auto's, want dat is een belangrijke bron van flexibiliteit. Toen ik begon te schrijven over flexibiliteit en over elektrische auto's, toen waren auto's nog invalide wagentjes in de optiek van de meeste mensen. Tegenwoordig trekt een SUV van Tesla, trekt een Ferrari eruit. Dat is toch niet te geloven? Maar het mooiste is misschien nog wel dat die SUV 10 keer minder energie gebruikt dan die Ferrari. En dat is logisch als je naar een motor kijkt. Want die motor die is goedkoper, kleiner, lichter, betrouwbaarder en dus veel efficiënter. Het probleem was altijd de batterijen. Eigenlijk stond voor batterijen de tijd 100 jaar stil. De eerste auto die 100 km per uur grens, die harder ging 100 km per uur, was de Jamais Contante in België. En 100 jaar later kwam de EV1, de eerste eigenlijk moderne productiewagen, en die had nog steeds een loodbatterij. Er was in 100 jaar niks gebeurd. Ondertussen gaat het hard. Heel hard. Het probleem was tot nu toe de prijs. Maar die prijs gaat ook heel erg hard. Hier zijn wat berekeningen die we gemaakt hebben samen met een aantal studenten van de TU Eindhoven.
En het blijkt eigenlijk dat alle voorspellingen die gemaakt worden altijd te pessimistisch zijn. Het begin van die onderste lijn die je ziet, is gewoon waar we nu zijn. En we weten vrij zeker dat het behoorlijk hard naar beneden gaat. Dus heb ik voor Economische Zaken een onderzoek gedaan, samen met Ecofis, over wat het nou zou betekenen voor de prijs van een elektrische auto. En ons onderzoek wijst uit dat als je nu een elektrische middenklasse zou produceren, met de batterijen van nu, zou maar zeggen, een beetje volwassen fabriek, dat die nu al in de meeste scenario's ongeveer even duur zou zijn, qua TCO, aanschafprijs duurder. En in 2020 zijn ze echt een stuk goedkoper. En dan krijg je dus dat je elektrische auto's hebt met een range van 350 kilometer of zo, die heel snel geladen kunnen worden, die veel goedkoper zijn, lekkerder rijden, harder optrekken. Waarom neem je dan nog een gewone fossiele auto? Ik denk dat het heel hard kan gaan. Maar dan wil ik één ander ding nog even noemen. Zelfrijdende auto's. Ik denk dan namelijk dat er nog een veel belangrijke verandering is dan elektrische auto's. Dit is een Rolls-Royce, een concept, een prototype. Zonder chauffeur, zonder stuurwiel. En wat je ziet is dat de technische randvoorwaarden eigenlijk heel snel vervuld worden. Ik heb professor Maarten Steinboeg behoorlijk ingedoken de afgelopen tijd. En binnen 5 jaar is dat geregeld. Echt. Dit is een display waarop je kunt zien dat die Tesla de weg voor zich goed kan zien en de auto's voor zich goed kan zien. En aan het icoontje van het wieltje kan je zien dat hij zelf rijdt. Dus op die manier rijd je als het ware samen in zo'n Tesla. Het gaat niet zo lang duren voordat je zelf een dutje kan gaan doen. En wat je ook gaat krijgen, als die auto's eenmaal jou voor de deur kunnen oppikken en voor de deur kunnen afzetten, dan worden deelauto's wel heel interessant. En die deelauto's zullen voornamelijk hele kleine autootjes worden, want we maken bijna al onze ritjes in ons eentje. En dat betekent weer dat we een stuk milieuvriendelijker gaan worden, dat vind ik dan leuk, maar ook dat die auto's nog weer een stuk goedkoper kunnen worden. Goed, we krijgen elektrische auto's, we krijgen zon en wind, er is behoefte aan flexibiliteit. Maar hoe organiseren we dat? Nou, het probleem is natuurlijk duidelijk, tenminste de meeste van jullie kennen dit waarschijnlijk wel, maar ik zal het toch nog even voor de volledigheid laten zien. Als we die elektrische auto's toevoegen aan zon en wind, zal ik maar zeggen, dan krijgen we dat in die dalen en in die pieken, dat wordt alleen maar erger. En als we die elektrische auto's nou slim gaan laden, dan kunnen we die dalen en die pieken mooi gebruiken, dan gaan we zon en wind in die dalen gebruiken en dan kunnen we die pieken mooi afvlakken. Maar er gaat er een hoop veranderen. We betalen nu allemaal met een pasje en het wordt heel belangrijk dat we met dat pasje ook internationaal kunnen betalen. Op dat grote nieuwe snelheidsnetwerk bijvoorbeeld, wat er over de hele Europa komt, van die Duitse fabrikanten, 350 kilowatt. Maar een pasje is één ding. Na het pasje komt de app. En na de app komt de auto, die gewoon als je hem inplugt zelf gaat betalen. Daar hebben we al standaarden voor. En daarna komt het Internet of Things, waarbij al jouw apparaten eigenlijk op een slimme manier met elkaar gaan communiceren. En die toekomst, daar moeten wij op voorbereid zijn. De eerste stap om daar goed op voorbereid te zijn is open standaarden. Open standaarden die ervoor zorgen dat al die apparaten goed met elkaar kunnen praten. En dit is wat reclame aan het maken op EVS 29 in Canada voor OCPP en OCPI. Standaarden die door ELAAT, eerder wie eerder toekomt, gelanceerd zijn en er nu wereldwijd gebruikt worden, waarin een klein land groot kan zijn. En behalve open standaarden hebben we ook ICT-platformen nodig waarin die open standaarden, die apparaten, gewoon met elkaar kunnen gaan handelen. UCEF is een mooi voorbeeld. Maar wel ook nieuwe marktrollen nodig. Bijvoorbeeld er moet een aggregator kunnen ontstaan die flexibiliteit daadwerkelijk gaat verhandelen. En die marktrol bestaat eigenlijk nog niet. En het eerste waar je dan tegenaan loopt bij die marktrol, is dat je meneer Kamp ervan moet overtuigen dat de nieuwe elektriciteitswet zodanig aangepast wordt dat die aggregator ook daadwerkelijk kan beschikken over jouw programmaverantwoordelijkheid. De programmaverantwoordelijkheid is dat je van tevoren tegen Tennet zegt hoeveel energie je gaat gebruiken. En daar ga je straks mee spelen. En dat betekent dus wel dat iemand die verantwoordelijkheid voor jou moet kunnen oppakken. Nu mag dat nog niet. Iets anders is dat de gebruiker, een netbeheerder, straks eigenlijk dat het strijk en zet moet worden dat je een flexibel netcapaciteitstarief met elkaar gaat afspreken. In Lomboxnet, dit is voor de deur bij Robin Berg, doen ze dat nu al, maar dat zijn maar een paar laadpaaltjes in Nederland. Het moet straks gewoon standaard worden. En daarvoor is weer nodig dat de elektriciteitswet aangepast wordt en dat, dat de netcode misschien aangepast wordt. Nog iets anders. Met softwarematige capaciteitsbeperking zouden we bijvoorbeeld kunnen zorgen dat die paal maximaal 63 ampère kan leveren of zo. Dus een hele krachtige paal. En dan kan je gewoon op basis van het moment van de dag kan je zeggen van nu even wat minder, nu even wat meer. Dan kan je meteen ook die dubbele schakelautomaat van de laadpaal-exploitant eruit gooien. Dat scheelt ook weer een mooi onderdeel. En dan wordt die hele keten een stuk gestroomlijnder.
En dan kan je dus die paal ook flexibel maken zonder er elke keer een mannetje naartoe te sturen met nieuwe schakelautomaties dergelijks. En we moeten toe naar metering as a service, waarbij de netbeheerder overbodige meters schrapt en waarbij die slimme meter eigenlijk vervangen wordt door van twee dingen één. Of we gaan een meter on a chip maken die de netbeheerder van tevoren gewoon goedkeurt en die in de fabriek al door de laadpaalleverancier in wordt gezet. Die gaat dan cryptografisch al die metingen signen. En dan is het in één keer goed geregeld voor een fractie van het geld. Of we gaan die slimme meter uitbreiden, bijvoorbeeld, zodat alle MID-meters in het apparaat gewoon getackled kunnen worden door die slimme meter van de netbeheerder. En nog steeds cryptografisch gesigned wordt, zodat je meteen weet welke waarden er precies gemeten zijn en dat verwerkt kan worden door de rest van de keten. En op die manier kan je van de netbeheerder in plaats van een persoon die eigenlijk een probleem veroorzaakt, want dan komt hij met zijn slimme meter, een persoon maken die een nieuw businessmodel gaat helpen aanzwengelen. Een hele interessante rol die je krijgt als je meedoen as a service serieus gaat nemen. Blockchains is ook zo'n interessante ontwikkeling waar ik vanuit mijn kraaiennest toch wel interessante toepassingen voor zie. Blockchains betekent eigenlijk dat je alle transacties die je met elkaar doet vastlegt op een publieke plaats waar iedereen bij kan en je weet zeker dat er met die plaats niet gemorreld kan worden. Dat is in essentie een beetje wat de blockchain is. En stel je voor dat alle transacties die op zo'n laadpaal zouden plaatsvinden bijvoorbeeld, meteen vastgelegd zouden worden op een manier waarop alle marktpartijen meteen kunnen zien van oh, dat is er gebeurd. Dan kan je allerlei nieuwe businessmodellen gaan doen, hoeven mensen niet meer achteraf te clearen enzovoort. Heel interessant. Je zou zelfs kunnen denken dat op een gegeven moment de transacties betaald worden vanuit die blockchain. Dan heb je ook geen middelman meer nodig die een paar procent moet geven voor al die microtransacties van ik wil dat je iets later gaat laden, iets vroeger gaat laden. Nee, dan kan je dat meteen op die manier afrekenen. En misschien zou je als netbeheerder wel aanbieder van dat model kunnen worden in je metering as a service. Het verre gezicht vanuit het kraaiennest is eigenlijk dat het nog veel verder gaat. Stel je voor dat we echt helemaal overgaan op zonnepanelen. Dan hebben we een gigantisch probleem tussen zomer en winter. En dat kan je met een paar batterijen niet oplossen. Daar heb je brandstoffen voor nodig, solar fuels. Maar stel nou dat iedereen in zijn eigen huis gewoon solar fuels zou kunnen maken. Dat hij gewoon in de zomer produceert wat hij over heeft, zullen we zeggen, in een potje stopt, zo'n soort potje. En dat er in winter weer uithaalt. Dit is trouwens een Nederlands onderzoekproject. Dan zou je ontzettend veel meer flexibiliteit krijgen, ook tussen zomer en winter. Maar ook hele interessante nieuwe business cases. En in de toekomst zouden we wel eens kunnen krijgen dat we het elektriciteitsnet gaan gebruiken om niet alleen even iets later of iets vroeger te laden, maar dat we gewoon overal en nergens leveranciers van energie die over langere afstand contracten met elkaar hebben. En ja, ik denk eigenlijk dat we met die flexibiliteit zoals we nu bedenken nog maar aan het begin staan van de hele weg die we met elkaar af te leggen hebben. En dat brengt mij bij een soort van laatste persoonlijke boodschap misschien. Ik merk dat we nog aan het begin staan van die revolutie, net als destijds aan het begin van die internetrevolutie. En ik merk dat ik het helemaal niet zie als een probleem. Klimaatverandering is een probleem. Maar die hele energietransitie, dat is geen probleem. Dat is zelfs geen eens een uitdaging. Dat is een kans. Dat is een kans om samen iets moois te maken. Dat is een kans om samen die hele wereld mooier achter te laten dan we hem gevonden hebben. Het is een kans om ontzettend leuk werk te doen. Ik hoop dat wij met z'n allen die kans gaan aangrijpen. Dank u wel.